Yo, kijkers van Game Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we in Mindtopia, mensen. We zijn er eindelijk weer na een weekje, want hij is klaar. Ja, jullie weten natuurlijk allemaal waar de video over gaat. De veiling natuurlijk. Straks meer info. Er gaan ook nog een giveaway komen in de video. Hoe jullie kunnen winnen, moet jullie even de video blijven kijken, vertel ik zo meteen. Maar verder, de veiling is af. Wanneer de eerste veiling is, dat is al binnen enkele dagen. Wil je het inleveren, ga ik zo meteen ook vertellen. Dus kijk even de video af. In ieder geval, voor de mensen die niet weten, ik heb een veiling laten bouwen in de Hill. Nou, hier in het winkelcentrum in de Hill. De coördinaten zijn min 1500, min 500 zoals je in beeld kan zien. Dat is eigenlijk het makkelijkst om een beetje heen te lopen. Min 1500, min 500, dan kom je er wel. Je kan erheen komen via Cosmopolitan, Atlanta, de Kaap, van allerlei plaatsen. Dus dat was eigenlijk de informatie hoe je er komt. En zometeen ga ik jullie ook vertellen wanneer de eerste veiling is. Plus wat jullie kunnen winnen en hoe je kan inleveren. In ieder geval, je kan inleveren. Dat kan elke week. En het is wel een beetje een veiling met wat duurdere items. Dus als je met een droen helmpje enchant komt, dan nemen wij die niet aan. Ik zal zo meteen laten zien wat wij allemaal aannemen. In ieder geval, we beginnen hier. Hier is de inleverbalie en daar is de veiling zelf. Dus hier hebben we de kantoor en de inleverbalie. Kan ik je laten zien. Hoppakee, dit is de inleverbalie gewoon waar de mensen de spullen kunnen inleveren. Dus als je wat wil inleveren, staat hier een medewerker. Wil je iets inleveren en we zijn er niet, kan je ons tweeten. We hebben ook een speciale Twitter, die staat in de beschrijving. Dus dan moet je die eventjes checken. Of op Teamspeak checken, want op Teamspeak hebben wij soms een channel of een van de medewerkers aanspreken. De mensen die je kan aanspreken om in te leveren zijn, ik doe even plotinfo. De mensen zijn gewoon Coco en Crazy Kitten en ikzelf natuurlijk. Deze drie mensen, mij, Coco en Crazy Kitten, die kan je aanspreken om iets in te leveren. Nou, wat kan je dan inleveren? Gewoon items, zoals gewoon wat duurdere items. Ik zal laten zien wat er tot nu toe al ingeleverd is. Niet zo heel veel. In ieder geval, hier is 16 keer een Lily broek ingeleverd. Hij heet Lily Helmet. Hij komt van een fabriek. En wat er zo speciaal is, ze hebben het verkeerd genoemd. Dus Jvidia had deze in zijn fabriek gekregen, in zijn machine, en had dit ingeleverd. Het wordt dus ook gewoon letterlijk in één keer 16 Lily broeken enchanted tegelijkerveld. Nou, speedboots. Natuurlijk, en ja, ik denk dat een winkel die wil hebben, een speciaal, een drukfout of hoe je dat ook noemt op Mindtopia, weet ik veel. Het is gewoon een foutje van de machine of zo, weet ik veel. Dus dat is best wel zeldzaam. 16 keer in één keer, dus een winkel kan hier echt dikke profit op maken. Nou, speedboost 0.03, 0.2, Unbreakable Elytra. Een maand goldrank, bloodboots, kogels en dan ga maar door. Hier hebben we ook nog een Cosmic Pink Chestplate. In ieder geval, dit is dus een beetje de dingen die we aannemen. En als we iets van enchanted aannemen, want we nemen eigenlijk een beetje alleen maar legendary, zeldzame items aan. Of heel goede items, zoals bijvoorbeeld de Kratos, Midnight, Temples of Fairies. Dus een beetje de duurdere enchant nemen we aan. Maar vooral zoals, bijvoorbeeld de Cosmic Pink Legendaries. Dus wil je graag legendaries inleveren, kan je dat komen doen bij de veiling. Kan je gewoon inleveren hier. In ieder geval, hier hebben we nog een kluis, laat ik ook even zien. Gebruiken we niet echt, maar ja, hier is een kluis. Hebben we ook nog wat kantoortjes? Ho, lijkt een beetje. Ik zal het kantoor van mij laten zien en niet de andere mensen. Want ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Nou, dat is mijn kantoortje. Hier ligt wat friet in. Hier ligt wat bier in voor de veiling. Hier ligt wat boekjes in. Zoveel ligt er eigenlijk niet speciaals. Maar jullie zijn natuurlijk benieuwd naar de veiling zelf. In ieder geval, als deze video online staat, kan je hier naartoe komen. Op dit moment zal er vast wel een medewerker staan. Als jij dit kijkt wanneer het geüpload is die dag. In ieder geval, de veiling, wanneer is hij? Hij is op zondag altijd. Ik zat even in de chat typen. Zondag om 15:15. Dus 3:15 zondags. Dus op zondag gewoon, elke zondag om 3:15. Daarom ook 15:15. Heel makkelijk. In ieder geval, je kan ook op de Twitter kijken. Daar staat ook alle informatie. Dus als jij informatie wil weten, je kan altijd vragen aan de Twitter. Max Veiling, gewoon op Twitter. App staat je Max Veiling. Linkje staat ook in de beschrijving deze video. Dus moet je gewoon even daar checken. In ieder geval, dit is de veiling zelf. Kom je hier binnen. Hier hangen dan de items. Moeten we nog doen. Hier heb je dan een bar voor bier te kopen. Dan heb je hier de VIP. VIP kost 2.500. Dan krijg jij bier van ons. En misschien nog iets anders. Moeten we nog even kijken. In ieder geval krijg je al bier. En dan kan je hier naar boven. Dit is de VIP. Laat ik zo meteen wel zien. Uitzicht. Het uitzicht. Hier koffie lounge, kan ik maar even zitten. Gewoon, moest even de ruimte opvullen. In ieder geval, ik zal via de andere kant gaan. Dat is misschien wel wat makkelijker. Even kijken. Ja, kijk, hier heb je de kassa. Hier is de kassa. Als je iets hebt gekocht. Kijk, daar is de veiling. Je zag hem al heel snel. Kan je hier komen? Ik zal dit ook nog even snel laten zien. Hier is het een beetje ook een kluis.
Oké, maar kluis, armorstands. Kisten, kassa, hier is de kassa. Dus hier moet je betalen en dan helpt de medewerker je. Maar dan de veilingzaal, dat is eigenlijk waar het om draait. Dit is de veilingzaal. Ik denk dat niemand zoveel kwarts in zijn veiling heeft dan ik. Want de bouwers dachten, laten we het hele plafond en letterlijk alles voor kwarts bouwen. Want ja, macht heeft toch geld genoeg. Zoals je kan zien, er is heel veel geld van mijn bankrekening af. Dat kan dus door de bouw. Kost iets van 3 miljoen of zo. Ik heb geen idee, iets veel meer misschien. Ja, 3 punt, ja, ik weet niet meer. Zoiets. Ik ben het alweer vergeten. Het is alweer een tijdje geleden. In ieder geval, dit is de tribune. Kan je gewoon chill hier staan. Die hoeken kan je ook staan. We hebben het getest. Je hebt overal chatbereik. Dus dat is geen probleem. Als je er staat, moet je wel een beetje hier tegenaan staan. Dus als jij wil komen, zondag om 15:15. Ik zal het nog even één keer in de chat zetten. Zondag om 3:15 smiddags is de veiling. Dus als je wil komen, kom rond 15 uur. Dus 3 uur smiddags voordat de stad vol zit. Want ik weet niet hoeveel slots erop zitten. Dus dan, we zitten ook op Teamspeak, kan je Teamspeak Challenge joinen, maar kom op tijd, we gaan natuurlijk geen, we kunnen natuurlijk niet iedereen binnenlaten als het zo druk wordt, want dan zit de stad gewoon letterlijk vol, dus kom op tijd als je erbij wil zijn. Er komen nog hele speciale items aan, die jullie natuurlijk ook kunnen inleveren, maar daar hebben we al een paar mensen voor, dus als jij dikke legendaries wil kopen, of gewoon mooie Elytra Speedboost, weet ik wat, kom gewoon langs. Wil je niks kopen, dan kom ook gewoon langs, dat is gewoon leuk. In ieder geval, dit is dus de veilingzaal. Ik zal het een beetje laten zien. Ja, hier kan je ook zitten. Kan je een beetje van de zijkant kijken. Ook handig, want we kunnen natuurlijk niet alles daar laten staan. Nou, dit is het plateau zelf. Hier hangen we dan de items op en dan gaan we hier staan bieden. Nou, zoals je hier bovenal ziet, dat is de VIP. Dit is het hoppersysteem. Dit gaat naar de kassa, kan ik ook even laten zien. We hebben er nou een frietje in gedaan. En dan kan ik laten zien dat hij tenminste werkt. Mensen, hij werkt natuurlijk. Anders had ik het niet laten maken. En er zit een frietje in. Wat toevallig. In ieder geval, dit is dus de normale tribune. Ik vind hem fucking nice, want het is gewoon nice. Hier kan je dus mooi staan. Als het heel druk is, kan je ook nog hier gaan staan. Als er echt nergens meer plaats is, maar dat verwacht ik niet eerlijk gezegd. Dus in principe kunnen jullie gewoon op de tribune zitten. Nou, dan gaan we naar de VIP toe. Dat ga ik ook eventjes laten zien. En dan zal ik ondertussen... weet je wat? We laten eerst van even de VIP zien. Hier kan je bier nog extra kopen. Als je nog extra bier wil, nog meer bier, want mensen kunnen nooit genoeg nemen met één bier. Hier is de VIP, kan je lekker hier staan. Je mag hier ook opstaan van mij, alleen zo zie je het denk ik beter. Zie je het nog. Ja, hetzelfde eigenlijk, maar... Er zitten bergjes, dus je valt er niet af, dus je kan gewoon hier opstaan. Dan heb je hier aan de zijkanten kan je ook nog staan. Kan je hier zo staan, en dan kan je ook nog hier zo staan. En dan kan je ook nog hier, en dan hier. En dan precies aan de andere kant hetzelfde. Dat zal ik ook even laten zien. In ieder geval... Aan plaatsen voor mensen is geen gebrek. Dus je kan gewoon overal staan als je VIP bent. Ik denk niet dat het zo, ligt gaan dat jullie allemaal VIP kopen. Dan denk ik dat het wel vol staat. Maar dat koopt natuurlijk niet iedereen. Trouwens, wat ik dus ook ging zeggen, we gingen een giveaway doen. Ik ga VIP plaatsen weggeven, mensen. Wil je dus VIP winnen voor de veiling gratis? Dus je krijgt gewoon een gratis biertje plus gratis VIP. In ieder geval, dat kan op de Twitter, ik zal hem niet typen, want dat mag niet. Max, veiling, gewoon, linkje staat in de beschrijving trouwens. Als je die volgt en er is een tweet waar je mee kan doen aan de giveaway, moet je retweeten en volgen. En dan doe je automatisch mee, dan voor de veiling kiezen wij een paar mensen uit en dan kijken of ze er zijn. En dan mogen ze gratis VIP. En we zien een paar royal mensen op tap, ik weet niet of ze hier toevallig zijn. Kan best, want meestal de mensen die naar de heel komen, die komen naar de veiling iets inleveren. Dus wil je dat winnen, moet je even de Twitter checken van Max Veiling. Staat een linkje, zal ik helemaal boven in de beschrijving zetten. Zodat jullie die kunnen vinden. Wil je iets inleveren, kan je altijd iets naar die veiling Twitter sturen. Want dat is natuurlijk wel handig als je dat kan doen. Dan reageren wij ook gewoon. En dan, of je moet iemand op Teamspeak aanspreken, zoals ik al zei. Maar ik hoop dat jullie het een toffe veiling vinden. Ik hoop dat jullie allemaal komen elke zondag 15:15. Ik zal het nog één keer zeggen. En dan was het eigenlijk de hele veiling dat ik heb laten zien, mensen. Ja, dit moet ik ook nog laten zien. Kan ik naar binnen gaan? Kan. Zo. Zo. En dan kan je hier de items ophangen, de special item. In ieder geval, als je iets duurs hebt om in te leveren, lever het hier in. Want dan levert het natuurlijk best veel geld op. En dan komen natuurlijk veel mensen. Dat hoop ik op z'n minst. Ja, het komt goed, jongens. Ik denk dat jullie wel allemaal gaan komen. In ieder geval, ik heb al heel veel mensen die gaan komen. Dus kom gewoon allemaal op zondag 15:15 naar de Hill toe. Zoals ik al zei, je kan er via Atlanta, de Kaap, Cosmopolitan allemaal komen. Op het forum kan je de portals vinden, dus dat is ook geen probleem.
In ieder geval, dat is in het winkelcentrum. De coördinaten heb ik in het begin van de video laten zien. Wil je het inleveren, moet je hier kijken. En als er niemand staat, moet je op Teamspeak kijken of even een Twitter berichtje sturen. In ieder geval, zoals ik al zei, we nemen niet alles aan. Dus ja, als je met 10 dingen komt en wij nemen er misschien maar 2 aan, dat komt. Aangezien we een beetje exclusief willen blijven. Dus een beetje de betere items willen. Laat zeggen, als jij een non-enchant itempje hebt, dan kan je beter... Ja, een non-enchant legendary of zo nemen we natuurlijk aan. Een iron gold of zo. Dat nemen we natuurlijk wel aan. Maar een non-enchant ladder stukje, dan moet die wel heel zeldzaam zijn. Want anders kan je denk ik een beter... Gewoon als je een witte chestplate hebt, kan je beter naar de veiling in Atlanta gaan. In ieder geval, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het tof vonden. In ieder geval, willen jullie dus gratis VIP winnen voor de veiling, dan moet je gewoon eventjes de Twitter volgen en die tweeten retweeten. Die zie je heel makkelijk. Dat is de enige tweet die er staat nog. In ieder geval, als je deze video later kijkt dan deze dag, je kan elke week komen. Elke week is er een veiling en elke week kan je opnieuw spullen inleveren. Dus ik hoop dat het een tof bedrijf gaat worden. Ik hoop dat jullie elke week komen. Wie weet, we zoeken nog werknemers. Dus ja, als je er elke keer komt en wij denken, dat is misschien wel een goede werknemer, dan nemen we je misschien aan. Dus dit was dus eigenlijk de video. Hopelijk kunnen we de 500 likes halen. Laten we het proberen. We zitten ook dicht bij de 10.000 abonnees. Dus abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan volg even mijn Twitter ook. En de Twitter van de veiling ook. Link is in de beschrijving. Bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!